Naast de beroemde Koppelpoort in Amersfoort bevindt zich een oud pand, waar vroeger een volmolen in gevestigd was. Volmolens stammen nog uit de tijd dat er in Nederland meer textielnijverheid was. Deze volmolen is ruim 375 jaar oud. Het proces van vollen is een door de eeuwen heen langzaam vergeten werkzaamheid. Het betekent het vervilten van een geweven stof. Dit is een vervilte wollen stof. Dit heet laken. Bij laken moeten we niet denken aan wat we tegenwoordig zien als lakens, de doeken die we bijvoorbeeld op ons bed hebben liggen, maar juist aan een vervilte wollen stof waarvan de haren zoveel wrijving hebben gehad dat het vervild is, gevold is. Het woord vollen komt van het volmaken van de stof. Kijk hier maar eens naar. Dit is geweven wollen stof. En als we die tegen het licht houden, dan zie je dat de stof kleine openingetjes heeft. Juist door het vollen maak je stof dichter, maar ook steviger, egaler en slijt vast. Daarnaast maak je de wol ook nog waterdicht, warmte-isolerend en bovendien krimpt de stof niet. Was deze toch nog soepel in het dragen? In deze film gaan we ons verdiepen in het proces van vollen. Daarvoor beginnen we bij de schaapskudde. In de tijd dat er nog geen katoen en zijde was om kleding van te maken, liep de bevolking van Nederland in wollen kleding. Nederland verbouwt namelijk geen katoen, maar had schapen genoeg. Tegen het einde van de lente is het tijd om de schapen te scheren en de wol te gebruiken voor het maken van garens. Men waste de vachten goed uit om de vette laag en het vuil uit de wol te krijgen. Daarna gaat men de wol kaarden, ofwel het kammen van de haren. Dit zorgt ervoor dat je de wol goed kunt spinnen tot een draad. Als het spinnen klaar is, heb je een wollen garen om mee te kunnen weven. Weven is het vlechten van horizontale en verticale draden. De wever rijgt diens weefgetouw in en schiet dan telkens met de klos garens heen en weer. Telkens wordt de draad aangestampt en langzaam ontstaat zo de stof. In Amersfoort waren een behoorlijk aantal weverijen werkzaam, zoals hier, op de Weversingel. Oké, jongens, we gaan voetvollen. Bij voetvollen gaan we dus de stof helemaal opvullen en dat doen we in een grote tel. En daar leggen we de stof zometeen in en dan gaan we er met onze voeten nagenoeg gewoon op stompen. Waardoor de stof uiteindelijk verveelt. Oh jee. Oh my god. Nou goed, en dat doen we dus uiteindelijk in een heerlijke cocktail van, zonder grap, mensenurine. I kid you not, onze crew heeft de afgelopen weken hun eigen zeik opgevangen en daar gaan wij nu in voetvollen. In de Kuip vervilte men de stof in een combinatie van rottende urine, klei, reuzel, varkensdrek en andere onsmakelijkheden. Vind jij nog een leuk vol liedje? Lekker toch? Voetvollen was in de middeleeuwen een respectabel beroep van vaak mannen die werkzaam waren in de lakennijverheid. Hoewel het beroep relatief goed verdiende, was het zwaar en vies werk. De vollers stonden in een grote kuip, vaak zonder kleren, met hun voeten de stoffen aan te stampen. Voordat er volmolens bestonden, kenden veel plaatsen in Brabant en Zuid-Holland hun eigen vollers. Het ambacht van vollen heeft men eeuwenlang handmatig gedaan. Pas tegen het einde van de middeleeuwen worden er volmolens gangbaarder. De volmolen in Amersfoort was een watermolen.
Door het stromende water werd een rad aangedreven die stampers in werking brachten. Deze stampers die sloegen dan op de stof, waardoor de wol gevold werd. Men hoefde dat dan dus niet meer met hun voeten te doen. Naast dat het water werd gebruikt om in te kunnen vollen, werd het ook gebruikt om de drek waarin gevold werd weer af te kunnen voeren. Volmolens werden in de volksmond dan ook vaak stinkmolens genoemd. Je kunt je voorstellen dat het in deze buurt erg gestonken moet hebben. Binnen in de fabriek van de volmolen treden stampers in werking door middel van het stromende water. De stampers waren bevestigd aan armen die in een houten frame hingen en steeds worden opgehaald en laten vallen. De voller hoefde dus nu niet meer zelf aan te stampen, maar dat maakte zijn werk niet eenvoudiger. Hooguit kon hij wat sneller produceren. Telkens als de stof in de kom ongeveer 2 of 3 uur lang gevold was, moest de voller het eruit halen om de stof uit te spreiden, te strekken, opnieuw te vouwen en in de kom te stoppen. Omdat de stof tijdens het vollen steeds een beetje krimpt, moet de voller het proces goed in de gaten houden om te zien of de stof niet te ver doorvilt. Gevolde stoffen zijn in de loop der jaren steeds minder noodzakelijk geworden. Met de komst van katoen en synthetische stoffen zijn wollen stoffen veel van hun populariteit verloren. Gevolde wol wordt tegenwoordig wel nog steeds gemaakt. Het is alleen meer gemechaniseerd en de middelen zijn veranderd. En over wol gesproken, ik denk dat de meeste mensen ook wel blij zijn dat ze van het gekriebel af zijn. Wol kan natuurlijk een beetje jeuken. Echter blijft het wel een waanzinnig en zeer geliefd natuurproduct. Je kunt het zo zacht maken als boter of zo ruw als schuurpapier.